Hey, welcome terug, dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Europa Universalis 4 met de Teutonische Orde. We gaan ons weer richten op de coalitieoorlog. Die is tot nu toe nog onbeslist. Als we kijken naar de getallen, is het vooral zaak om hun leger snel zwakker te maken. Ze hebben zelfs al kanonnen. Dat betekent dat een van hun op military tech 7 zit. We waren bezig met de siege op Magdeburg. Die gaan we, wat mij betreft, even staken. Het doel is vooral dat we samen met Bohemen dus optrekken om al die kleine legertjes die hier overal rondzwerven aan te pakken. Bijvoorbeeld hier even een paar kleine sieges richting Saksen doen. Dat is toch eigenlijk wel de militair gezien sterkste tegenstander. Dus als we hem zwakker kunnen maken, is dat mooi meegenomen. De naval battle hier heeft niet plaatsgevonden. Die siege laat ik wel even liggen. Even wat denk ik meer casual dan het gewone traden, zeg maar. Hij trekt zich terug. Geen idee waar hij vandaan komt. Ben je aan het siege? Zo ja, zouden we jou aan kunnen vallen. Saksen is denk ik wat gevaarlijk. Als jij dat wil doen, prima. Is dit mountains? Yes, mooi. We nemen weer een lening. Tijd om even wat dingen gewoon even eruit te gooien. Zo. Focus even naar militair. Dan blijft hij wel heel erg achter. Maar we moeten ook vooral even militaire tech hebben. Bam. Daar is onze eigen cannon tech. Natuurlijk niet de manpower om ook daadwerkelijk kanonnen te bouwen. Maar goed, dat komt dan wel. 100% siege op Vogtland. Dat is dan deze. Check. Oké. 7% in de plus. Geen diplomaten beschikbaar. Denk ik dat ik Novgorod even terugroep. Brandenburg doet hier nog altijd zijn ding. Daar kunnen we niet heen. Hier mogen we wel naartoe. Waren we daarmee in oorlog? Jazeker. Oeh, daar moet ook een mooie strijd. En die wordt verloren door ons. Ja, hij trekt zich terug. Hier zit ook nog een makkelijke provincie die we even in kunnen nemen. En dat is vooral wat we moeten doen. Om de makkelijke dingetjes even pakken. En het daar voorlopig denk ik ook bij laten. Even kijken. Oh, het kan. Ja, ik was eigenlijk aan het kijken om iets te zien van dat kan toch niet. Maar we mogen dus blijkbaar door Denemarken lopen. Fijn dat kan. Goed, dat, ja, dat geeft ons mogelijkheden om ook hier de zaak terug te pakken. Ik ook niet even met die rebellen afrekenen. Dat zou helemaal mooi zijn. Oké. Battle for Orserant. Oh, waarschijnlijk een vloot die hier los ging. Oké. Protect trade. Ik ga ze maar weer even laten handelen. Zo. Alle cash is welkom op het moment. Saxony heeft Vogtland weer terug. Good for you. Ik heb de Siege of Hamburg maar eens gaan openen. Mooi zijn als dat lukt. Rebels successful. Schöne is gevallen. Oké. Deze pakken we even mee. Zo, die siege gaat lekker. Gelijk min 35. Normaal beginnen we met min 56, geloof ik. En is het altijd hopen dat het een beetje zakt. Nu lijken we mazzel te hebben met de rolls, om het zo maar te zeggen. Ik ga hier even één mercenary inhuren. Oeh, die is wel duur. Nou, moet maar even. Kunnen we ook een cannon nemen? Ja, we blijven traden. De rest van jullie kunnen naar hier. Namelijk om jou daar even af te zetten, als het aan mij ligt. Oké, zolang Bohemen hier blijft rondlopen, kunnen ze mij in Hamburg niet aanvallen. Jij mag daarheen. 0%. Dat gaat heel goed dit. Hopen dat hij zwaar genoeg meetelt voor die peace deal dadelijk. Het zou ideaal zijn. Dan loop ik natuurlijk wel heel veel op de zaken vooruit. Om hier een vazalletje van te maken. Even kijken. Prestige. Of missionary strength. Tolerance. Jullie papal influence. Enzovoorts. Ik ga gewoon even voor die prestige. Want dan is mijn missie geslaagd. Juist. Instabiliteit. Ja, daar hebben we niet zoveel aan. Want die was al op 3. Maar goed. Rival of our rival. Vrienden worden met Moskou. Die is terrein aan het verliezen, maar vrienden worden is op zich
prima. Improve relations, confirm. Zou een leuke bondgenoot zijn trouwens ook. 14%. Hij is weer verslagen door iets of iemand. 30 om 36. We staan voor en hebben we zelf helemaal niks aan bijgedragen. Dat is helemaal ideaal. Sterker nog, we hebben zwaar manpower. Hebben we die over? Ja, wow. En daar is Hamburg al gevallen. 35%. Dan is hij denk ik wel toe in een white piece. Nee, zelfs dat niet. Oké, okay. Bijzonder. Dan gaan we met jou ook maar even... Oh jee. Er kwam ineens van alle kanten versterking. We kunnen hier weg op de 17e. Het is nog niet verloren, hoewel... Nee, laten we maar niet doen. Stapje terug, klein verliesje. Oh, dan komt hij gelijk bij mijn kant op, maar dan zou die... hij moet nu toch een min 2 hebben. Hij gaat een rivier over. Oké, okay, wie kwam daar helpen? Brandenburg is ook alweer weg. Oké, okay, nice. Dan kunnen we hier nu wel die siege beginnen. Nou, die loopt gelijk vrij goed, mooi. Zeeland is ook weer terug. Wat ga ik met jullie doen? Vinden jullie vervelend? Accept demands. Prima. Pak maar wat autonomie. Prestige was toch plus 50. Dan staat die mooi weer op 0. Vind ik helemaal goed. Niks meer aan doen. Jij mag hierbij. Oh, jij hebt natuurlijk nog die opening door Denemarken. Nice. Gelijk kanonnen. Natuurlijk ideaal om een siege te versnellen. Percentage zakt ook meteen. Cash houdt het redelijk vol. Zelfs met al die mercenaries. 35% nog steeds. Ja, dit linkje hier kunnen we ook wel aan zometeen. Wat is er nog over van de vijand? 28 om 36. Oh, wacht, we staan achter. Ik dacht dat we voor stonden. Is niet zo. Even kijken. Wat is dit? 10 Diplo Power of we krijgen 25 Spy punten. Ja. Ik pak gewoon lekker 10 Diplo Power. Oké. Okay. Disagreeing advisor. Heeft hij een goed punt. En krijgen we dus een van de drie 25 punten erbij. Of hakken we zijn kop eraf. Carl von Paul. Dat moet dan wel deze zijn. Juist. Nou ja, 25 puntjes. Of die advisor kwijt. Ik ben wel gehecht aan mijn manpower op het moment. Dus hij heeft waarschijnlijk wel een punt. Alright, 7%. Wow, en zelfs dan valt hij al. Gelukkig is even aan mijn zijde. 46% warscore. En nog altijd wil hij geen white piece sluiten. Wat verwacht je dan, serieus? Verwacht dat ik twee gebieden afsta, terwijl ik bijna de helft... Nou, dat is overdreven, maar een gedeelte in ieder geval van de coalitie tegen mij in handen heb. Dat is wel een pijnlijk verlies. Daar kan ik hem ook even niet bij helpen. Hij verliest toch? Ja. Maar goed. We schakelen dadelijk weer twee van die kleine landjes uit. Lüneburg is dadelijk weg. Bremen is dadelijk weg. Nog meer autonomie. Ja, doe maar. Anders krijgen we gewoon nog meer onrust. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus autonomie stijgt. Klossi wil wat land blijkbaar. Ik ga deze in ieder geval even aan de burgers geven. Oh, dat kan niet. It's not a core. No province can be code. Oh, die loopt nog. Ja, oké. Okay. Ik wil zeggen, dit is ideaal voor de burgers. Even kijken hoe dit dan zit. Verkeerde knopje. Die zocht ik. Clercy heeft meer land nodig. Dit is een 3-3-2, maar die is nu van de nobility. En die is van niemand. Er staat een fort. Dus dan ga jij naar de nobility. Daar pak ik hem af. En dan gaat hij naar de Clercy. Die hebben daardoor wel te veel macht. En dat lossen we dan later wel weer op. 21%. Het maakt ook niet echt de indruk dat hij klaar is met de oorlog. War enthusiasm is blijkbaar nog steeds high. Bij mij niet echt. Een klein beetje eraf halen. Zo. Komt misschien die onrust ook weer een beetje ten goede. Zeeland is bijna klaar met koren. Mooi zo. Ik heb trouwens ook een lekker aandeel op de Lubeck trade note natuurlijk. Even kijken, die is nu 11%. Of deze gekoord is en naar de burgers gaat. Check.
Hebben we daar genoeg punten voor? Nee, nog niet. Nog een boekje hebben. Wow. Oké, dat duurt nog even. 35 en hij valt weer om. Brengt de Warscorbia naar 46% in ons voordeel. Uitstekend. Dan, jeetje, hij weigert het gewoon. Nou, deze maar even bevrijden dan. Terwijl deze ook bijna valt. En dan is er weer een tegenstander minder. Hier zouden we hem aan kunnen vallen. De nummers zijn net in mijn nadeel. Dus ik durf het nog niet aan. Secrets in our alliance vind ik altijd prima. Zo. Oh, ik kies nu toch voor de aanval daar. Dan doen wij dat hier ook. Ik zie weer verslagen, maar die siege is wel helemaal gestopt. Zullen wij dan hier Wittenberg proberen te pakken? Hij trekt zich zo te zien wel terug. 42% warscore nog. Check. Deze is ook gevallen. Mooi. 59%. En nu heeft hij zoiets van... Oké, misschien moeten we stoppen. Wow. We mogen Hamburg innemen. Hoeveel... Ja, dat... Dan wordt echt iedereen pissed. Maar wat als we er nou een vazal van maken? 3,7. Dat is ook wel een lekkere vazal om te hebben, denk ik. Dat kan bij hem ook. 8,3. 3,7. 3,7. We kunnen een vazal doen, blijkbaar. Lunenburg... Het bestaat gelijk uit 3 stukken. Dat is 8,3. Dan moet denk ik... Ja, dan worden de meesten toch wel behoorlijk pissig. Magdeburg. Wow. Teutonic Vessel of Verdun. Oh, dit is hem. Ik had gehoopt dat Hamburg daarbij zou zitten. Waarom niet? Waarom is die optie niet voor Hamburg? Ik heb hem toch in handen. Ja. Is te ver weg misschien. Oh, net een lening. Die hadden we kunnen voorkomen. Of is het een renewed? Dat zou ook kunnen. Even kijken. Wat gaan we doen? Clear. Ja, ik kan bijvoorbeeld ook wel wat stukken innemen. Maar ja, het zit niet echt vast aan mijn gebied. Dus dat lijkt me niet zo heel handig. Ja, het maakt diezelfde landen nog iets bozer. Maar ze zitten niet heel ver van de 50 af. En op deze manier krijgen we ook 10 jaar vrede, denk ik. Dat moeten we trouwens sowieso doen. Clear. Ik wil sowieso war reparation. Want het geeft me gegarandeerd 10 jaar vrede. Uiteraard cash, want ik heb wat leningen om af te betalen. Ja, het mag wel eentje erbij pakken. Dan is Hamburg misschien een beetje te. Staden mag ook. Lunenburg. Magdeburg. Ja, waarom mag Hamburg nou niet als... Nou ja. Release Nation. Mecklenburg. Kan ik ook nog doen. Verhoogde prestige. Saxe-Lauenburg. Kan ze ook allebei misschien. Ja, zelfs dat mag. Daar zou de Emperor misschien wel blij mee zijn. Annihilate Treaties. Dat voegt niet zoveel toe. Verdun als... Het ziet ook niet echt op. Ik wilde gewoon Bremen pakken. Waarom zijn jullie hier boos over? Oh, die willen echt grond hebben. Oké. Okay. Waar ligt jouw wens? Lunenburg. Oké. Okay. Prima. Draai ik over aan Brandenburg. Waar ligt jouw wens? Heb je zo te zien niet. Oké, okay, maar dit kan wel geregeld worden. Tak, tak. Clear. Ik wil in ieder geval mijn cash. For war reparations. Die moet dan naar jou. Dan kan ik die pakken. Nee, dat kan dan weer niet. Ja, jij wil ook iets. Maar ja, wat kan ik je geven? Je hebt niks in handen, volgens mij. Die eventueel overdragen terwijl de timer gaat. Maar dit gaan we toch nog even uitzoeken. Zo, Wittenberg dan. Ja, zie je, dan wordt het te veel. Dan zou ik mijn war reparations kunnen cancelen. Hoeveel... Ja, dat is trouwens sowieso niet echt zinvol. We hebben het over war reparations van Magdeburg. Ziet het toch niet echt op. Ja, dan doen we het zo. Dus zij krijgen land, ik niet. Maar ze zijn daarmee wel blij aan met mij. Dat is op zich ook gunstig. Dus, oké, okay, send them on. 60.000 man verloren zijn 80.000. Wij krijgen zelf maar 39 ducaten. Maar we hebben in ieder geval, dat is verreweg het belangrijkste, deze oorlog gewoon winnend afgesloten. We hebben dus de coalitieoorlog gewonnen. En dat is me eigenlijk verreweg het meeste waard. Looming disaster, dat lossen we te zijn de tijd wel weer op. De Denen zijn nog een beetje kwaad. Ik
heb nog een redelijk leger over. Mocht iemand nog in de geest halen mij aan te vallen. Bijvoorbeeld de Polen hier. Wij zijn vrienden geworden. Zit daar nog een alliantie in? Nee. Misschien wel even weer op friendly zetten. Hoe zit het met de Zweden? Die zijn nog in oorlog. Die kan ik wel een alliantie aanbieden, zo te zien. Check. Oké, perfect. Goed. Dan is dat in ieder geval geregeld. Bedank ik je voor het kijken. Zie ik je heel graag de volgende keer terug in Europa Universalis 4. Coalitieoorlog dus gewonnen. En eigenlijk daarvoor dus al stukken Polen afgepakt. Dus tot zover gaat het goed. Daarover gesproken. Hij is zelf nog in oorlog. Dat is sowieso gunstig. En de truce is volgens mij al wel verlopen. Dus dat is er wel een om even in de gaten te houden. Nou, met jou zijn we dikke maatjes. Met jou... Oeh, dit zit helemaal niet zo heel veel van me af. Mijn army strength vindt hij vooral zwak. Dat is nog wel snel te verbeteren, denk ik. Goed, dus wie weet, binnenkort vrienden met Oostenrijk. Voor nu, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer.